Veel golfers vragen zich misschien af waarom de vlaggen op de wintergreens worden gezet of waarom de baan gesloten is tijdens wintersweer. Er zijn eigenlijk twee redenen voor. Laten we beginnen met de eerste en dat is rijp. Rijp is eigenlijk niets meer dan bevroren dauw. En als je dan over een green heen loopt, breekt dan de grasplant af. En dat resulteert in een dode grasplant. Dat die grasplant doodgaat, dat komt doordat de cellen in het grasblad afbreken. En het herstel daarvan, daar gaat een tijd overheen. Dat zie je niet de eerste dag, maar meestal duurt het tot het voorjaar voordat de grasplant zich weer herstelt. Waardoor allerlei schimmels de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Resulterend in zieke greens op een gegeven moment ook. Nou, een andere situatie is eigenlijk het sluiten van de golfbaan of van de greens tijdens wintersweer of eigenlijk net daarna. Wat er dan gebeurt is dat het bovenste laagje net gaat opdooien en dat er onderin nog vorst in de grond zit. Daardoor ontstaat er een heel zacht laagje, een bovenlaagje. En als je daar dan op loopt, dan treedt er structuurbederf op in de bodem. En dat is natuurlijk niet goed voor de lange termijn kwaliteit van de golfbaan. Nou, die afwegingen van baan open, baan dicht, wintergreens of zomergreens, die worden genomen door de hoofdgreenkeeper. En de afweging hierin is eigenlijk gebaseerd op het verschil in kwaliteitsniveau dat er is per golfbaan. Of de kwaliteit van de bodem, hè, zand of klei. En de kwaliteit van de grasmat. Maar laten we wel duidelijk zijn, het is niet de hoofdgreenkeeper die de golven wil pesten. Het is echt voor de lange termijn kwaliteit van de golfbaan. En vooral dat er in het seizoen weer op goede greens gespeeld kan worden.